Visserscollectief heeft enkele dagen terug een actie gevoerd voor het kabinet van de president. Na deze actie heeft de president hun opgeroepen voor een gesprek. Afgelopen woensdag, voor de aanvang van de Raad van Ministers, hebben journalisten de vraag gesteld aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij hoe het gesprek is gegaan en wat er uit de bus is gekomen. We voeren nu naar het antwoord van minister Parmanan Soedien van LVV. Ja, het gesprek is geweest gistermiddag bij de president. En ze hadden een petitie aangeboden. We zijn er doorheen gegaan door al die punten. En het zijn punten die zaken worden aangehaald welke al heel lang spelen. Veiligheid op zee bijvoorbeeld. Hoe ga je ermee om? We weten allemaal dat we onze beperkingen hebben. En de illegale visserij. We hebben hun kunnen aantonen van waarmee we allemaal bezig zijn. En we hebben speciaal om hulp gevraagd van hun. Omdat hun inbreng daarbij een hele belangrijke is. Zij zijn in deze mijn ogen en mijn oren op zee. En ook bij de monden van de rivieren. En zij moeten zaken ook aankaarten. En je vaak ook dat mensen van onszelf, en ik durf bijna met zekerheid te stellen dat ook mensen die lid zijn van de organisatie, zich ook bezig houden met illegale praktijken. Ik heb hun aandacht ervoor gevraagd en gevraagd om ook toe te zien dat die zaken binnen hun geleden niet plaatsvinden. Er zijn ook andere zaken. Het gaat om het vergunningenstelsel. We hebben sinds 2021 een visserijmanagementplan met hun ondertekend. LVV houdt zich strak daaraan. En er spelen nog steeds zaken die men anders zou willen zien. Ik zei oké. In 2025 expireert het. Dan zullen we bij de nieuwe onderhandelingen kijken van hoe we dat verder kunnen aanpakken. Dus zo zijn een aantal zaken besproken met hun. En partijen zijn met tevredenheid uit elkaar gegaan. Dus er zijn concrete oplossingsmodellen op tafel gelegd? Ja, er zijn besproken en ik heb het net gezegd. Ja, maar u heeft bijvoorbeeld gesproken over zij moeten, zoals we net vermelden, maar het gaat er concreet gebeuren bijvoorbeeld om illegale vissers en onderdelen. Kijk, om mee te beginnen, zij zijn een organisatie, zij zijn een coöperatie. Ik vraag om medewerking. Dat bij de monding van de, waar de tsunami en komende rivier bij elkaar komen, dat daar een meldpunt komt. Uitvarende boten, die moeten zich daar afmelden. Binnenkomende boten moeten zich daar aanmelden. We hebben alvast daar een safe ingebracht in de hele alle bewegingen daar. Wie is legaal, wie is illegaal. Dus zij zeiden al van dat in het verleden niet gewerkt heeft. Ik zeg nou, dat moeten we weer gaan proberen, dat wel werkt. En ook kijken van waarom het niet gewerkt heeft. Twee, als je nu over de Tsunami rivier en Komuine rivier vaart, dan ga je zien een aantal boten zonder naam, zonder registratienummer. En de wet geeft ons de ruimte niet om iets met die boten te doen. Je moet, als iemand illegaal bezig is, dan moet je ze in de illegaliteit betrappen. En wat dat betreft zijn we bezig nu te kijken van hoe wij de wetten kunnen aanpassen ten aanzien van visserij. En zo zijn er aantal, je kunt ze kleine punten noemen, maar alles bij elkaar opgeteld en geeft aan dat het toch wel in behoorlijke mate van illegaliteit sprake is. Wat doe je als je een bedrijf binnenstapt voor controle en de poort wordt niet opengemaakt voor jou? Dat zijn allemaal zaken die gebeuren. Dus ook wat dat betreft hebben zij huiswerk te maken, maar we hebben ook huiswerk te maken.